Jij bestaat. Ook jij hoor, Jan. Goedenavond. Hi. Hi. Ja, want nou, jij zit nog in het stadhuis, kwam ik zojuist achter. Is het nog zo gezellig dan? Want het zou 8:15 afgelopen zijn daar, toch? Het moet nog gezellig worden, laat ik het zo zeggen. Oh. Er wordt nog serieus gesproken op dit moment in de raadzaal. En dat heeft alles mee te maken dat de avond begon wat later. En ik wil met jou graag even hebben over het begin van die avond. Want dat was toch wel een beetje bijzonder. De raad werd namelijk bijgesproken over het grote evenement van dit voorjaar, de Giro d'Italia. Ik kijk net even op mijn Twitter-account en die ontploft werkelijk. Oh ja? Ja, die staat werkelijk helemaal vol met allerlei berichtjes over de Giro d'Italia. En waarom ontploft die vandaag? Omdat het vandaag exact 99 dagen nog duurt voordat de Giro d'Italia van start gaat. En dan ga je natuurlijk vragen, ja, dat doe je toch bij 100 dagen ja. En niet bij 99 dagen. Nou, er is over nagedacht. Oké. Okay. Want... Het is de 99ste editie. Kijk. Goed, kijk, hè? Heel goed. Vandaar het getal 99. En vandaag werd ook in op Papendal werd zeg maar de officiële kick-off gedaan. En in Apeldoorn was daar een Apeldoorns equivalent van Apeldoorn. De gemeenteraad werd bijgesproken over wat er allemaal gaat gebeuren. En Chantal, ik kan je één ding zeggen. Wij gaan de komende 99 dagen er iedere dag wel over hebben. Want iedere dag gaat er in Apeldoorn wel iets gebeuren. Van kleine eventjes tot hele grote gebeurtenissen. En die natuurlijk uiteindelijk uitmonden op 5 mei wanneer de proloog er is. En ik moet gelijk bij zeggen, en op 6 mei, want iedereen heeft het over... Sorry, op 6 mei, dan is de proloog. En op 7 mei, want ook op 7 mei doet de Giro d'Italia Apeldoorn aan. En dan denk jij natuurlijk, hé, maar het is alleen maar die proloog. Ja. Nou, Hoendelang hoort ook bij Apeldoorn, hè? Ja. Ja, en in de tweede etappe, die van Arnhem naar Nijmegen gaat, passeert het Giro peloton... Hoendelo, dus ook Apeldoorn. Okay. Dus vandaar dat 7 mei ook mee telt. Nou, er was heel veel informatie vandaag. Vanavond. Ik zal er een paar dingetjes uitrichten als je het goed vindt. Mm-hmm. Om te beginnen de financiële kant. Vandaag werd bekend dat in de totale begroting, die dacht ik uit mijn hoofd gezegd, 12 miljoen euro. En dan hebben we het niet over Apeldoorn, maar over heel Gelderland. Hè? Want je weet, zoals je weet, er zijn 3 etappes in Gelderland. Dat budget is iets van 12 miljoen. Daar zat nog een gat in van 2,5 miljoen. En vandaag heeft het ministerie van VWS het volledige bedrag toegezegd. Zo. 2,5 miljoen die ze nog tekort kwamen. Er was wel een beetje op geanticipeerd, maar het moest nog wel binnenkomen. En vandaag werd bekend dat het binnenkwam. Een ander financieel aspect, Centraal Beheer Achmea, en ik mag die naam best wel een keer noemen, is eigenlijk de eerste lokale sponsor. Of zoals ze dat zo mooi noemen, partner van de Giro d'Italia. Dat was ook wel bijzonder nieuws die er vanavond. Vanavond was nieuws wat een aantal stukken, de verantwoordelijk wethouder, in ieder geval vandaag kon vertellen. En hij was de reden dat we wat later begonnen, want hij was bij die officiële start nog in Papendal. En hij moest heel snel, niet op de fiets, zei hij erbij, van Papendal naar Apeldoorn komen. Dat is wat financieel nieuws. Als je kijkt naar wat gaat er in Apeldoorn gebeuren op die dag van de proloog, natuurlijk heel erg veel. Het belangrijkste is natuurlijk die wedstrijd, die individuele tijdrit. En er waren vragen bij van, stel je woont nou in dat gebied, hè, waar die Giro gaat lopen. En je vrouw is net uitgeteld op die dag. Kan de verloskundige daar wel bij je komen? Nou, dat wordt allemaal geregeld. Okay. De eerste lijnzorg heeft toegang en krijgt voorrang. En kan er dus overal altijd bij komen. Dus dat is geen enkel probleem. Hetzelfde geldt de winkels, de bevoorrading van de winkels. Dat moet die nacht daarvoor gebeuren natuurlijk. Dat moet van tevoren allemaal wel geregeld worden. Als je naar het parcours zelf kijkt, ja, je wil waarschijnlijk gaan lopen van het ene plekje naar het andere plekje. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, er komen allerlei bruggen over dat parcours heen, waardoor je dus van het ene punt naar het andere punt kan lopen. Oh. En tot slot, de stad, die is bij het Omnisport, zoals je waarschijnlijk weet, in het Omnisport voor het eerst dat het overigens overdekt gestart gaat worden. En daar kan je als publiek gewoon gratis naartoe.
En je kan gewoon heel dicht bij die renners komen, bij die ploegleiders, bij die bussen. Je kan er gewoon naartoe en het kost allemaal niks. Maar er zal wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, neem ik aan, of niet? Ja, wij kunnen daar niet met onze 150.000 allemaal naartoe. Dus als je een goed plekje wil hebben, moet je er denk ik s'morgens heel vroeg bij zijn. Ja. Ja. Nou, dat over het parcours en over de mensen die daar wonen, die worden de komende periode natuurlijk ook allemaal wel geïnformeerd. Ander nieuws. Bijvoorbeeld, er is een taskforce Giro d'Italia. Die staat onder leiding van Carla Maassen. Zij is directeur van de Keizerskroon. Mm-hmm. En inmiddels hebben ze zich daar... Wat doet de taskforce? Dat is eigenlijk een samenwerking van allemaal bedrijven. Die zeggen, wij willen onze nek wel uitsteken. Wij willen wat dingen gaan organiseren, financieren enzovoort. Er zijn inmiddels 50 bedrijven die meedoen. Die zowel in het traject wat er aan vooraf gaat, die 99 dagen tot nu, als uiteindelijk die 6 mei. Maar ook daarna, want dan zeggen ze, daar zitten we toch bij elkaar. En we hebben dan die ervaring ook gedaan. Nou, wellicht kunnen we nog allerlei andere activiteiten gaan organiseren. Daar komt de komende periode ook nog veel nieuws vandaan. Ik noem een paar dingen. Er komt in het Beekpark komt er een tweedaags groot gezinsevenement. Twee dagen lang. En daar gaat de Lotto Jumbo Jumbo ploeg, de voormalige Rabobank ploeg, met toppers uit Nederland, die komt daar ook gewoon. En daar kan je handtekeningen gaan halen en daar kan je mee op de foto's met de renners die een paar dagen later die Giro gaan rijden. Er was nieuws over de zeepkist race. De zeepkistreis is op Hemelvaart. En dat is precies een dag voordat de Giro d'Italia is. En aanvankelijk was het zo, jullie krijgen geen vergunning voor de zeepkistreis. Oh, ja. Nou, dat is allemaal geregeld. Sterker nog, de organisator Frank Kuiper, die zat hier helemaal in het roze. Want zoals je weet, roze is de kleur. De kleur, ja, zeker. En dit is de kleur van de Giro. Overigens, je mag er vast over nadenken. Weet je waarom roze de kleur van een Giro is? Ga ik je straks vragen. Mag je straks de antwoord opgeven? Maar in ieder geval, zeepkistrace gaat gewoon volledig in het totale programma van de Giro d'Italia. Of Hemelvaartsdag is gewoon de zeepkistrace. En de 6 mei, dan doen ze het even rustig. Maar 7 mei doen ze nog allerlei dingen. Zelfs op 8 mei, wanneer het moederdag is, Chantal. Dan gaat de zeepkistrace ook nog allerlei dingen organiseren. Je merkt wel, ik struikel bijna over mijn woorden van zoveel dingen die er gaan gebeuren. Natuurlijk de Adelaar was aanwezig, de wielrenvereniging uit Apeldoorn. En met veel trots wisten ze te vertellen dat Apeldoorn de enige stad ter wereld is, hou je vast, waar ooit 3 verschillende wielren-WK's zijn gehouden. Oh. Namelijk wielren op de baan, nou dat hebben we een paar jaar geleden meegemaakt. Ja. Het wereldkampioenschap viel erin op de weg en in het veld, rijden. Dat is allemaal ooit is in Apeldoorn geweest. Die eerste twee, die laatste twee overigens ergens in 1920 of zo. Dat is al heel lang geleden. Maar geeft aan dat Apeldoorn niet zomaar een wielrenstad is, maar een stad die wel behoorlijk op de kaart staat. En er gaat natuurlijk, de Adelaar gaat allerlei dingen organiseren. Met name voor de jeugd. Er komt een loopfietsrace voor jeugd vanaf 4 jaar. Nou, met finale op 30 april. Allemaal dat soort activiteiten. Heel veel. Vanaf vandaag is er voor Apeldoorn geen ontkomen meer aan. De Giro staat op de kaart. En jij hebt inmiddels 2 minuten de tijd gehad om na te denken waarom roze de kleur van de Giro d'Italia is. Nou ja, kijk, mijn logische verklaring daarvoor is dat de ploegleider, de leider van de Giro d'Italia, een roze trui draagt. Ja, dan is mijn volgende vraag, waarom draagt hij een roze trui? Dat weet ik dus niet. zoals ook de Tour de France, die georganiseerd is geweest door een krant. Die is ooit begonnen met de organisatie van de Tour. En de kleur van die krant was geel. Vandaar dat de etappewinnaar, of de leider in de Tour de France, in het geel rijdt. In de Giro d'Italia is dat roze en dat komt omdat La Gazzetta della Sport de organisator was van de Giro d'Italia. En zelfs anno nu, als je de Gazzetta della Sport koopt, dan is die roze van kleur. Oh. Dus dat heeft een historische betekenis. Nou, weer wat geleerd, Jan. Dat dacht ik, hè. En jij dacht dat het vanavond over politiek zou gaan. Maar, het ging gewoon over roze. Roze. Wat ik dus straks nog eventjes zei, volgens mij, want ik heb wat foto's langs zien komen, is dat
De burgerzaal daarboven en zo, dat het ook weer helemaal roze gekleurd was. Het was helemaal roze gekleurd, ja, inderdaad, helemaal roze gekleurd. Net zo goed als het op de nieuwjaarsbijeenkomst was. Er was best wel veel publiek, allemaal belangstellenden natuurlijk. De gemeenteraad had eigenlijk geen vragen. Iedereen zat er met een gepast gevoel van trots. Wat geweldig dat dit in Apeldoorn gaat gebeuren. En ik denk dat we met z'n allen dat gevoel best mogen hebben. Het was een uniek gebeuren. Om nog even een getalletje te noemen. Gemiddeld kijkt er ongeveer, hou je vast, 800 miljoen mensen naar de start van de Giro d'Italia. Dus er gaan straks op 6 mei 800 miljoen mensen gaan zetten hun tv aan. En wat zien zij? Zij zien Apeldoorn. Nou, is dat niet iets waar je trots op mag zijn? Dat is zeker iets waar je trots op mag zijn, dat denk ik wel. Ja. Ja. Dus iedereen loopt hier met roze sjaaltjes, roze stropdassen, roze overhemden. En dat gaan wij heel veel zien de komende 99 dagen.